Kijk nou toch, die lieve. En deze, ballet. Wat zijn ze vrolijk allemaal. Allemaal in hun sas, hè? Hallo? En een lekkere haring. Kijk, dat doen mensen als ze zelf hun aangiftebiljet hebben ingevuld. En u kunt dat ook, hoor. Natuurlijk. Zeker met die verbeterde toelichting erbij. En wat gaat u dan doen als u klaar bent? Nou, dat. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de KRO op Nederland 1. Woensdagavond, speelfilmavond, oftewel The Pink Panther Strikes Again. Ik vertel u er zo wat meer over. Het leven en het werk van de Beatles uit de periode 66-68, de Amerikaanse burgeroorlog, Stalin en het leven en het werk van C.S. Lewis. Dat zijn de specialistische onderwerpen vanavond in de finale van Megabrein. Welke onderwerpen straks in Brandpunt Politiek Café? Hier is Jan Driessen vanuit Scheveningen. Twee bewogen vrouwen vanavond in Brandpunt Politiek Café. Alle twee maken ze zich ernstig zorgen over het toenemend racisme. Alle twee werken ze aan verbetering van de integratie. En alle twee doen ze dat in hun eigen land. Hedy d'Ancona, minister van WVC, praat met de koninklijke commissaris voor het migrantenbeleid uit België, Paula de Hond. Ik hoop dat u kijkt naar Brandpunt Politiek Café live vanuit het Kurhaus in Scheveningen. 11:05 op dit net. Graag tot dan. En ons laatste programma van vanavond is Men Cuso FBI om 11:55. Zijn vroegere chef ontsnapt uit het gesticht met als enig doel hem uit de weg te ruimen. En dat zou moeten lukken als je denkt aan zijn ongelooflijke gestuntel. Ik heb het natuurlijk over Peter Sellers in de gedaante van inspecteur Clouseau in The Pink Panther Strikes Again. Woensdagavond, speelfilmavond.